Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 19 augustus. Gedurende de avond en nachtelijke uren is het overwegend bewolkt met enkele lokale buien, waarin het zuiden van het land kans is op enkele onweersbuien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen kan het tijdens de ochtenduren lokaal tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In de middag en vooravond is er een toename in enkele lokale buien, voornamelijk in het noorden en noordwesten van het land. Deze gaan gepaard met onweer en of windstoten. De temperatuur is maximaal 34 graden Celsius en minimaal 31 graden Celsius.